Voordat ik aan het volgende lied ga beginnen, wil ik graag eerst iets zeggen. Het volgende lied lijkt een slechte imitatie van een bepaalde groep mensen, maar dat is het niet. Die mensen zijn echt zo. Zo'n Herman Brood, dat is misschien een beetje raar om te zien, maar schilderen, dat kon die wel, daar gaat het om toch? Ja, dat vind ik wel, dat vind ik nou kunst, dat vind ik nou kunst, dat vind ik nou kunst. Maar als je dat soms ziet in het theater, zoals van de week hier, die van Romeo en Julia, die ene Shakespeare. Nou, dan staat er dus zo'n moeilijke acteur, zo blote zonder kleren, die kon zijn pielemoos zo zien, een half uur te ornaneren. Nou, dat is toch niet zoals het in het echte leven gaat. Het zou een mooie worden, al die blote mensen zo op straat en geen normaal gesprek te voeren. Iedereen die lul maar door met rare woorden die of niemand kent. Nou ja, daar dank ik voor. Dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst. Zeker had er neem gehad. Dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst. En dan gedichten als het rijmt en iedereen die snapt het niet. Dan doe je het in een boekie en dan noem je het hoge poëzie. Dan schrijf je stoelpoot, maar bedoel je soep en dat is amfibie. En maar intellectueel doen, nou voor mij hoeft dat dus niet. Als ik soep wil in een restaurant, bestel toch ook geen stoelpoot? Dan bestel ik soep, want ik heb zin in soep. Wil soep, geen stoelpoot, dat is lekker voor zo'n opera als iedereen maar wat bestelt. En hij brengt steeds verkeerde, ja. Dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst. Zeker had er neem gehad. Dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst. En dan ballet, heet tegenwoordig geen ballet, maar choreografie. Met heel veel vacht klaret getoeter en echt dansen, dat hoeft ook niet af en toe. Dan wappert iemand met zijn buik of met zijn been, er valt eens iemand op de grond, er maait eens iemand om zich heen. Maar ik vind dat spotten met een ziekte, nou dat moet je toch niet willen. Stel nou dat je epilepsie hebt, dan leg je daar te trillen. Word je wakker, staat het vol met mensen die applaudisseren. Dachten ze van nou, die legt dan mooi te choreofreren. Dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst. Zeker had er neem gehad. Dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst, dat vind ik geen kunst. Maar die ene met die baard, daar heb ik zegels voor gespaard. Van die borden van café met vogels, volgens mij net die Cornee of zo. Kijk, dat vind ik nou kunst, dat vind ik nou kunst, dat vind ik nou kunst, dat vind ik nou kunst. Maar ga eens kijken in een galerij waarop zo'n bord verkocht wordt. 100.000 euro voor precies hetzelfde bord. En mokken zijn een ton, ik heb het zelf gezien, het is van de gekke. Ik ben ook maar van het volk, dus dat kan bruintje beer niet trekken. Nou, dan vreed ik maar wat extra mayonaise. Lever de calvé, want de gewone man heeft recht op bordjes van Cornee. Dat vind ik nou kunst, dat vind ik nou kunst, dat vind ik nou kunst, dat vind ik nou kunst.